woord aan Els, de voorzitter van de oudste cannabisclub van België. Els, aan het woord. Goedenavond. Ik heb ook papiertjes bij, want het is de eerste keer, dus bear with me. Dank je wel. Dus bedankt voor de organisatie. Wij waren zeer blij met die uitnodiging, want wij vonden dat reuze dat wij ook eens een keer naar een stad konden gaan waar dat de cannabis gewoon in het wild groeit. Dat hebben wij in Antwerpen niet. Top! Een nieuwe cannabis social club. Ja, trekt uw plant, kan daar alleen maar zeer blij mee zijn. Een vereniging waar mensen informatie en ervaring kunnen delen uit liefde voor een plant, respect voor elkaar en met ruimte om te groeien, dat is voor ons de definitie van een social club. En hoe meer cannabis social clubs, hoe beter. Trekt uw plant. Wij nemen er nog het verdelen en het verzorgen van de planten bij ook momenteel. En wij trachten dat in een vorm te gieten die de overheid zou kunnen accepteren. Deze vorm is overgenomen uit Spanje en voor België verder uitgedacht door Joep Omen. Waarvoor nog steeds, Joep? Onze enorme dank. En het TUB-team zal zijn uiterste best doen om dit systeem met zijn gevoel voor justice, zijn overtuiging, zijn enthousiasme en zijn passie verder te verfijnen en stapje voor stapje zo legaal mogelijk te maken. We zullen zien tot waar dat we geraken. Vandaag lijkt me dan ook gepast om even ons systeem uit te leggen en om het gemakkelijk te maken. En kort en bondig hebben we onze werking in 10 basisprincipes opgedeeld. Ten eerste, biologisch kweken. Uiteraard, wij willen ons kruid nuttigen zonder enige chemische producten en zonder toevoegingen van wat dan ook om de cannabis te verzwaren. 2, transparantie. Het is dus gebleken dat de transparantie wel degelijk helpt. De cannabis social clubs houden een administratie bij van hun activiteiten die gemakkelijk door iedereen in te kijken is. Alleen de jaarrekening op de site zetten is niet genoeg. Want dan kan men veronderstellen dat we massaal geld aan het witwassen zijn. En dankzij een correcte boekhouding was ook de politie het ermee eens dat dit niet het geval was. Dat was een opluchting, dus toch wel heel belangrijk, die boekhouding. Ten derde, dat is een bereid zijn tot dialoog met de overheid, politie en stadsbestuur. Dat gaat dan eigenlijk vooral over het niet bezorgen van overlast bij activiteiten die worden georganiseerd. Het gaat niet zodanig over hoeveel gram geven jullie per persoon. Nee, dat is tot hiertoe altijd heel, moet ik zeggen, open geweest, zuiver over de activiteiten. Het vierde, non-profit. Een vereniging zonder winstoogmerk. We rijden niet rond in Ferraris, wij dragen geen Prada. Het is dus niet de bedoeling om er zoveel mogelijk geld uit te slaan, maar het is de bedoeling om de leden een goede prijs en een goede kwaliteit aan te bieden. 5. Het aanbod volgt op de vraag. Dat is heel belangrijk. Dat wil zeggen dat de leden eerst hun eigen moeten inschrijven, alvorens in hun opdracht een plantje kan verzorgd worden. Andersom wil zeggen dat je planten gaat kweken en dat je dan rustig zit te wachten op de leden. Ja, die zullen wel komen, dus we hebben het hier in voorraad. Nee, dat kan niet. 6. Ik ga er snel door, ik weet het, maar zorg voor goede schriftelijke afspraken met plantenverzorgers. Zeer belangrijk. Omdat het een grijze zone is, is dat alleen maar goed als je heel goede overeenkomst hebt en heel goede afspraken hebt met je plantenverzorgers. Dat is goed voor de club. Dat is goed voor die verzorgers. Iedereen weet waaraf of waaraan. Iedereen kent dit moet, dit kan, dit mag, dit wordt gevraagd. Ja. Zorg ook voor een goede advocaat. Nu, iemand met een hart voor de zaak. Wij hebben er alleszins een hele goede gevonden in de hoedanigheid van Jos van der Velpen. We vertrouwen hem voor 100%. En hij heeft
niet alleen beloofd om ons eruit te trekken, om ons vrij te krijgen. Maar meester Jos van der Velpen heeft zelfs ons beloofd om met ons ervoor te zorgen dat wij uiteindelijk legaal kunnen blijven bestaan. Dus zover. Dank u, Jos van der Velpen. Ja. 8. Het zijn er nog 2 hierna. Hè. Wees een voorbeeld voor de politiek. Wij proberen dat, alleen dan werkt de politiek af en toe een beetje tegen. Maar... Want wij kunnen zo misschien debatten op gang krijgen. Ik vrees dat het eerder gelukt is doordat we vast hebben gezeten dan dat we met de politiek willen praten. Nu zijn er de debatten wel. Dus je ziet wat dat kan doen. Een paar weken bak. Soms is dat positief. Dus laat zien dat het ook anders kan. Dat dat vanuit een burger kan, voor de burger. Dat het niet is omdat ze er niet tussen zitten, dat ineens het systeem niet goed zou werken. Want blijkbaar nu zijn ze ervan overtuigd dat wij er niet in zitten. Dat kan niet, dat mensen dat op een goede, degelijke manier kunnen organiseren. Dat begrijpen ze niet. Dan 9. Het promoten van gezond cannabisgebruik. Dit vooral door middel natuurlijk van informatie te geven aan iedereen die dat wilt. En vooral ook aan de leden de mogelijkheid te geven om verschillende vaporizers te kunnen gebruiken. Zodat wij ze een beetje kunnen aanmoedigen om de tabak er te laten uitvallen en volledig voor de vaporizer te kunnen gaan. Ze moeten niks, maar we geven u wel de gelegenheid om dat eens uit te proberen. Voilà. Dat zijn er al 9. En het is omdat we ons consequent aan deze regels hebben gehouden dat we hier vandaag aanwezig kunnen zijn zonder voorwaarden. Maar de allerbelangrijkste kracht van een social club, en die wordt enorm onderschat, dat is het sociale. Dat hebben Manu en ik echt wel aan de lijve ondervonden. Steun krijgen van massaal veel leden en sympathisanten via brieven of sociale media heeft ons heel sterk gemaakt, kinder, in dat kotje van 2 bij 3. En dat doet het nog steeds. Ja? Jullie hebben er met z'n allen voor gezorgd dat wij, en vooral ik, sterk genoeg konden, kunnen zijn om de moed niet te laten zakken en er te blijven voor vechten. Ook aan jullie dus enorm veel dank. Manu en ik willen ook bij deze nog een aantal mensen vernoemen. Zo zijn er Karel Michiels en Nigel Williams die de bal aan het rollen brachten. Dus vooral sociale media. Dus dank u. Ook Justine en Charissa voor de assistentie en de medewerking van de medicinale filmpjes. Ook enorm dank u. Maar vooral onze eigenste tupers Cindy en Alain, die de energie en de moed hebben gehad om onze leden op de hoogte te houden, advocaten voor ons te zoeken, daarmee af te spreken, plannen maken, mijn gezin te ondersteunen, alarm te slagen op sociale media en andere media en nog zoveel meer. Dus Cindy, Alain, bij deze nog eens even een applausje. Die verdienen dat gewoon, die mensen. Dank u. Ja. Dus eigenlijk, wat wil ik hier allemaal mee zeggen? Een correcte, transparante boekhouding vreet nodig. Maar het sociale aspect is eigenlijk echt wel onmisbaar. Na de heisa van 5 mei is onze club momenteel 10 keer sterker dan ooit tevoren. Hadden ze dat geweten. Ja. Het TUB-team steekt de handen voor elkaar in het vuur. De vriendschap en vertrouwensband is alleen maar hechter geworden. Leden en sympathisanten durven er openlijk meer vooruitkomen dat ze cannabis nuttigen. En samen zullen we altijd blijven strijden voor de legalisering van cannabis. Als laatste zou ik ook graag een oproep doen aan jullie, enfin aan iedereen, aan de leden, vrienden en sympathisanten van alle social clubs, om naar de rechtbank te komen als onze zaak voortkomt. Even, oké. Zeg rust, iedereen gaat op tijd en stond die een datum weten. We gaan dat overal vermelden. Ja. En iedereen die wil dat er iets verandert aan het cannabisbeleid, echt waar, van harte welkom, hè. Want met hoe meer dat wij zijn, hoe sterker wij staan en hoe meer invloed wij
de gewone burger kunnen hebben op de verandering van de cannabiswetgeving. Met hoe meer mensen wij daar verschijnen, hoe groter de kans dat de politieke partijen schrik zouden krijgen om stemmen te verliezen. En daardoor misschien besluiten om eindelijk een einde te maken aan de demonisering van de plant en haar gebruikers. Dus alsjeblieft, laat ons daarvoor gaan. Dat is een dag dat jullie allemaal kunnen laten zien. Wij zijn niet akkoord met het huidige beleid. Ik hoop jullie kinderen daar allemaal te verwachten. Dank u.